Er is nog steeds geen standpunt over de uitvoering en behandeling van de conceptwet collectieve rechten van de inheemse volken. Zo stelde Céline Frans, directeur van het Bureau voor de Vereniging van Dorpshoofden in Suriname, FITS, tijdens een gisteren belegde persconferentie, naar aanleiding van de gevoerde dialoog met de overheid. Op woensdag 14 februari jongsleden had de FITS een ontmoeting met de voorzitter van DNA, de ministers van Grondbeleid en Bosbeheer en Ruimtelijke Ordening en Sport en fractieleiders van de ABOP en VHP. In deze dialoog werd gesteld dat de minister van Natuurlijke Hulpbronnen David Abiyamufo samen met de voorzitter van de Commissie van Rapporteurs belast is met de wijzigingen in de conceptwet Say Friends. Zij onderstreept het belang van de wettelijke erkenning van inheemse grondrechten. Dan denken we zeker aan wetgeving dat nog steeds uitblijft ter erkenning van de rechtspersoonlijkheid en erkenning en bescherming van de collectieve rechten. Verder ook de voortgaande uitgifte door de overheid van rechten op grond of exploitatierechten in inheemse en tribale woon- en leefgebieden. Wat verder ook ter sprake komt, is dat de regering nog steeds niet in staat is geweest om een ontwikkelingsfonds in te stellen ter behoeve van de Kalinje en Lekono gemeenschappen in Beneden Marowijne. Daarbovenop komt ook bij kijken de nog steeds voortgaande illegale activiteiten in het Kalinje en Lekono gebied. Opmerkelijk voor de FITS was dat de minister van GBB, Dinota Forswijk, heeft aangegeven dat het aangepaste concept al gereed is en alleen nog maar in DNA behandeld moet worden. Daarnaast zou de bewindsvrouw tijdens de recent gehouden ministerraadsvergaderingen hebben gepleit voor een versnelling van dit proces in het parlement. De vraag hoe lang dat nog zal duren, hebben wij natuurlijk ook gesteld. En men geeft aan, er is nog geen duidelijkheid hoe snel dit zal gebeuren. Er is ook een opmerkelijke uitspraak gedaan. Namelijk, er is wel gewerkt aan de wijzigingen, maar er is politieke commitment nodig. In de gevoerde dialoog gaf de DNA-voorzitter te kennen de nodige belanghebbenden bijeen te zullen roepen zo gauw de wijzigingen in de conceptwet zijn doorgevoerd. Dit ter verduidelijking van de dan geldende nieuwe regels.